Tetscheren van de Lindeboombrouwerij uit Neer-Noord-Limburg. Ja. Jullie zijn al beroemd van de uitstekende pilsen. Maar jullie doen ook de gouverneur blond en de gouverneur bruin. En nu ook daarbij? Ja, we hebben nu een nieuw speciaal bier. Dat is het gouverneur speciaal 140. Het is een speciaal bier voor de pilsdrinker. En die 140 die staat voor, sinds 1870 is de brouwerij, dus 140 jaar. Daar staat die 140 voor. Maar we zijn heel erg blij dat we dit bier aan onze gouverneurfamilie hebben kunnen bijvoegen. Dus een speciaal bier voor de pilsdrinker. En het zijn speciaal bieren, dus bovengistende bieren. Ook de blond en de bruin wat wij al hadden, blijven ook zo. Alleen vanaf maart komen ze op de fles en dan komt er nagisting op de fles. Dus dat is nu nog niet, maar vanaf maart wel. Waardoor het nog meer speciaal bieren worden als wat zal zijn. Nou, dat is geweldig natuurlijk, hè? Zeker voor de brouwerij. Daar zullen ze wel bij varen, neem ik zo aan. Want er is natuurlijk altijd wel vraag. Men wil niet altijd meer een pilsje, maar men wil ook wel eens een speciaal bier. En dan toch nog eentje die echt doordrinkbaar is. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Speciaal bierdrinkers, die volle bieren drinken, ook qua alcoholpercentage. Maar wij denken dat ook de pilsdrinker best wel eens een speciaal bier wil drinken, maar dan niet die zware bieren. En dit is een bier dat met 5,5% volume alcohol ook een speciaal bier is, maar dan goed doordrinkbaar. En ik denk dat de pilsdrinker dat best weet te waarderen. En natuurlijk de horecaondernemer ook qua omzet. En sinds wanneer is het eigenlijk de 140 in de handel? De 140 is sinds een half jaar in de handel, alleen op fust. Fusten van 50 liter, van 20 liter. Maar vanaf maart, we hebben een speciale warmhoutkast gemaakt. Vanaf maart is het ook op fles verkrijgbaar en dan met die nagisting op fles. Ja. Dus het is al een half jaar in de handel en merk je al resultaten? Ja, met name zeker tot nu toe alleen in de horeca. En je merkt echt dat er zijn verschillende bedrijven hebben gezegd van nou, met name eetcafés, restaurants. Wij gaan helemaal over op dat gouverneur 140, omdat dat past bij onze zaak. In de reguliere horeca, in de natte horeca, in de cafés, daar zeg maar nou, we willen het erbij nemen. En er zijn gasten die wat dat heel erg weten te waarderen en daarvoor speciaal terugkomen naar dat horecabedrijf. Dus wij zijn er wel heel erg blij mee, ja. Dus in de restaurants wordt de wijn eigenlijk een beetje opzij geschoven door de nieuwe 140? Ja, en terecht. En terecht. Natuurlijk, een goed glas wijn weet ik zelf ook zeker te waarderen. Maar ik denk zeker in deze tijd, en het is... Ja, de laatste jaren mag je ook in een chic restaurant mag je weer een glas bier drinken. En ik denk dat het op zich heel erg goed is dat dat weer terugkomt. Ik denk dat we dat nog zelfs nog veel meer moeten uitbuiten als brouwerijen. Er staat wel een fles wijn op tafel of naast je. Maar mag dat ook een fles 0,75 speciaal bier zijn wat uitgeschonken wordt? Ik denk dat het alleen maar heel erg goed is voor het image ook van ons als brouwerijen zijnde. Ja. Ted, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.